Er zijn heel wat producten waarmee je presentaties kunt maken. Al blijft PowerPoint natuurlijk de meest bekend. Het gratis Free Office waar we in twee vorige how-to's naar hebben gekeken, bevat voor dit doel de applicatie Presentations. In deze how-to kijken we naar de mogelijkheden. Ik open Presentations door te dubbelklikken op de snelkoppeling op het bureaublad. Hoewel Free Office gratis is, is het wel nodig dat je je registreert. Als je dat nog niet hebt gedaan, krijg je een melding. Voor het ontvangen van een registratiesleutel vul je je e-mailadres in. De code wordt direct verstuurd. Je kunt de code uit het mailtje kopiëren en hier plakken. Nu ga je verder naar de geopende app, in dit geval Presentations. Zoals eerder aangegeven, de interface lijkt veel op die van de apps binnen Microsoft. En ook opties die in de andere programma's van FreeOffice voorkomen, komen in Presentations terug. Zoals de weergave van de tab Bestand. Je kunt ook PowerPoint-presentaties openen en bewerken. Dat doe ik in dit voorbeeld. Je ziet dat deze in een apart venster wordt geopend. De zijbalk is hier erg handig. Je kunt hier verschillende vensters in beeld brengen. In het venster Dia-overgang kun je direct overgangen aangeven. Ook bijvoorbeeld 3D-overgangen. Je ziet direct een voorbeeld. Onderin kun je opties instellen voor de betreffende overgang. Na iedere aanpassing zie je het voorbeeld. Ook hier kun je een voorbeeld bekijken. Ook van de dia's die al een eerdere overgang hebben meegekregen, in PowerPoint bijvoorbeeld. Je kunt hetzelfde doen met animaties. Eerst breng ik een andere dia in beeld. Ik selecteer een afbeelding en ga naar het venster Dia-animaties. Zodra je een animatie kiest via effect toevoegen en een categorie, wordt het voorbeeld direct afgespeeld. Je ziet dat, omdat de afbeelding is geselecteerd, de objecttab Afbeelding is geopend. Hier kun je bijvoorbeeld het contrast aanpassen. Via het pijltje open je een venster met uitgebreide mogelijkheden om de afbeelding op te maken. Bijvoorbeeld, voorlopig tot zover deze how-to's over FreeOffice. In latere how-to's kom ik terug op specifieke onderdelen.